We zien het gaan, de hele kudde komt er weer voorbij. In de aanvalspositie. In fighting mode. Och jongens. Ze willen gewoon niet dat de mensen erachter komen dat het gewoon één grote façade is. Maar de mensen weten het nu. Het kan toch niet. Oh, het kan toch niet. En ik denk, ik ga even lekker een bakje koffie drinken. Een bakje koffie. Kan toch niet. Ze moet je schamen. Shame on you. Zo, jongens, jongens, moet je zien de kant om. Moet je zien de achterstaan zo weer. Het busje komt zo. Ik zat gisteren ook nog in het busje. Daar was ik niet blij mee. Maar we werden heel goed opgevangen. Want het stonden allemaal vrijheidsstrijders. Stonden de vrije om ons te bevrijden uit de gevangenschap. Toen kregen we allemaal koffie en koekjes. Helemaal lekker warme dingen. Oh, zo fijn. Nou. Zo. Ik weet ook niet wat er nou gaat gebeuren. Oh, kijk. Een groen en rood mannetje, ze worden boos. Boe, boe, boe. Ik wil mijn vrijheid terug. Wat? Ik heb gewoon een woorden. Wat heb je door? Werk ze. Werk ze, jongen, hier mijn kaartje. Werk ze, werk ze. Mijn kaartje van YouTube. Goed bezig. Vriend, jij. Hij denkt dat iedereen een stille is. Ik ben geen stille. Ik ben een vrijheidsstrijder, man. Oh. Wat? We zitten er al in, alleen je moet het dan nog even realiseren. Hè? Free the people, free the mind. We willen onze vrijheid terug. Dievenbende! Kijk. Veel mensen komen wakker worden. De gras is even in de grond. Nee, nee, dat moet je niet doen, want we kunnen beter. Want kijk, we kunnen ons beter langzaam vermeerderen tot een factor waar ze niks meer aan kunnen doen. Gewoon snelwegen afzetten met 4 man uitgerijden. Nee, maar dat willen ze, want dan kunnen ze een geweldsmonopolie inzetten. Maar wat ze niet kunnen is massa's pijn doen. De militairen, als wij in opstand komen, zijn de militairen staan al achter ons hoor. Ja, maar we hebben heel veel hele slechte teams. Jawel, maar die militairen staan wel achter. Ja, maar dan moet het echt heel erg worden. Ja. We kunnen het ook op andere manieren beter, denk ik. Maar ja, wij hebben geen strategen. We moeten militairen strategen erbij. We hebben gelukkig nou in het kabinet iemand zitten die voor ons spreekt. Redelijk. Hè? Anti dit, anti dat. Ik ja, okay. Niet, hè? Dus en daarna moeten wij de rest doen. Zolang die leeft, hè? Zo ja, daarom moeten wij de rest doen. Kijk dat dansen in de jaar in de garen. Ja, oké. Maar niks doen helpt ook niet. Nee, dus hè? Ja, ik ben er elke week, maar joh. Vriend. Wat een makkees. Ah ja, wel mooi. Uit Zutphen vechten we, voorzitter. Ik iemand die kwam uit. Ik moet ik zit er niet op te letten. Je kunt ze lokken, hè, je weet. Ja, weet eens. Ja, ik heb in de supermarkt ervan, ik zie het af en toe ook gewoon vast, hè. Dus dat hoort er gewoon bij. Kijk. Pauze hier. Liefde, vrijheid! Geen dictatuur! Liefde! Vrijheid! Ik weet niet wat ze hier doen. Ja, maar je gaat toch niet als een wachtje kijken? Tudu, 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 de groetjes van Ruud. Ik weet helemaal niet waar we zijn. Nou. Oh. Kijk, het knuppelteam loopt daar, maar ik weet niet waar ze naartoe gaan. Oh. Oh, jongen, 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 ik weet het ook even niet. Nou, je ziet het. Oh, alles, oh, je kunt ook niet meer de parken in en zo. Het Vondelpark is ook dit. Nou. Dus. Het is wel een show hoor. Een show, jongen, jongen. Kijk. Hier, daar wijst hij. Oh, sorry. Oh, een leeg busje. Nou jongens, daar was het maar weer toe. Leukie.